deze opdracht krijg ik alleen bij de gedachte al de kriebels. In de Big Bang Bold van vandaag onderzoeken we namelijk jeuk. Nou, oprotten. Oh, wat een wellnesscenter hier. Gaan we een beautyvlog opnemen? Ja. Ik denk alles behalve. Het gaat tenslotte om jeuk. Hebben jullie wel eens jeuk? Ja, ik heb, als er katten in de buurt komen bij mij, dan word ik helemaal para. Ja, ik heb juist soms echt een allergie voor wespensteken. Ja. Dus ik krijg echt zulke Himalaya's en zo, die jeuken echt als ze neten. Dus jullie hebben allebei iets met jeuk. Ik vind het allebei echt kloten. Ja, ik vind het echt kut. Zijn jullie de uitverkorenen, denk ik? Wat gaat er getest worden? Hoe? Ja, op welke plaatsen kan je jeuk het slechtst verdragen? Welke plaatsen denken jullie? Ik denk misschien de knieholtes. Ik denk kruis, armen, benen, rug. Rug? Ja, ik doe wel kruis en armen dan. Lief van je, dan doe ik die andere twee. Ja. Dus wij moeten ze gaan kietelen. Ja. Shotgun op Iris. Oké, ik doe wat nieuws. Oké, we gaan eens even lekker jeuken. Welke plek op het lichaam is het meest gevoelig voor jeuk? De menselijke huid verschilt overal op het lichaam in dikte en gevoeligheid. Dus het is een raadsel wat nou de vervelendste plek gaat worden. Dus dit gaan we onderzoeken door Iris en Niels op verschillende plekken eens flinke jeuk te bezorgen. In het kruis lijkt me echt kloten. Oh, wacht. Zal ik dat naar? Nou goed, laten we beginnen. Oké, voordat we gaan uitleggen waar de fuck dit voor bedoeld is, mag ik heel eventjes zeggen wat voor mooie sok jij aan hebt. Ja, oh, ook twee verschillende. Oh. Zullen we dit onderwerp skippen en gewoon doorgaan naar dat? We skippen hem. Ja. Oké, we hebben hier steenwol. Dus geen glaswol, want glaswol gaat in je luchtwegen zitten en is niet goed voor je. Schadelijk. Maar dit is steenwol. Wat ik voorstel is dat jullie lekker gaan liggen. Ja? Bereid je voor, ontspan je. Rustig muziekje, kan dat in 3, 2, 1. Man. Doe even die extra dimensie aan de massage voordat we gaan beginnen. Wat is die extra dimensie? Oh! Oh, ja. Niels, ja? Jij hebt zelf gekozen voor de armen. Ja. E-kruis. Ja, ik had gedacht dat Iris mij ging griepelen met mijn kruis. Ja. Maar dus hetgene waar jij als eerste jeuk hebt en gaat krabben. Ja. Dat is dus hetgene waar jij dan ook letterlijk het meeste jeuk hebt. Ik ga jouw rug doen en je benen. Ben je klaar om te beginnen? Ja. Okay. Het gaat over jeuk, maar we moeten wel iets hebben om te jeuken. We beginnen met rotswol. Dit wordt gebruikt als isolatiemateriaal. En bouwvakkers die ermee werken, hebben altijd handschoenen en brillen bij zich. Omdat het jeuk als de beste. Dit komt omdat het vol scherpe vezeltjes zit. Die zich bij contact in de huid boren. En er kleine wondjes en soms ontstekingen veroorzaken. Yikes. Ah, je hoeft niet mijn hele rug te verneuken. Ja. Dit voelt zo niet goed wat ik aan het doen ben. Kijk wat ik aan het doen ben. Nee, oh, dit is zo kut. Dit filmpje ga ik delen. Macho man als Jay richting mijn kruisboek vind ik heel leuk. Kijk hoe Niels er ook bij ligt om helemaal genieten. Kan je niet iets dichter op mijn kruis? Ja, zeker. Ja, dat wel. Oké, dit is misschien dan wel niet heftig genoeg. Next level gaan. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Ja, jeukpoeder. Oh god. We hebben ook ouderwets jeukpoeder bij ons. Dit wordt gemaakt van rozenbottels. Hierin zitten zaden met kleine haren erop, die als het goed is jeuken als de tering. Hierdoor wil het slachtoffer gaan krabben. Maar daardoor worden de haren nog kleiner gemaakt, wat de jeuk meestal nog erger maakt. Ik heb hier nu al zin in. Oh, deze kutspa. Je hebt helemaal kippenvel. Nee, normaal ja. Doen. Ja, ik heb er nu dus echt pijn. Normaal doen. Dit doe je niet, toch? Ik denk als ik nu zou gaan lopen, dan heb ik het heel moeilijk. Ja? Ja, zullen we eens gaan lopen? Misschien moet je gaan. En? Oh, ja. Ja? Echt heel aardig. Ja? Ik jeuk nog niet. Jij ook, ja. Je hebt helemaal kippenvel. Je hebt gewoon geen jeuk. Ja, wees maar eerlijk. Het prikt, maar... Het prikt. We hebben ook natuurlijk nog altijd de meest ouderwetse techniek. Dat is? De veer. De veer. Kriebelen met de veer wordt ook wel als marteltechniek ingezet. Kriebel is natuurlijk iets anders dan jeuk, maar daarvoor hebben we ook nog een verrassing in petto. Guys. Dit voelt zo niet goed ook. Voor jou niet? Nee. Nee. Oh, je hebt ook een heel... Je deed een pop in zijn onderbroek gedaan. Wat is er dan? Oké, Niels, dan gaan we kruis. Oh nee, ik ben me gewoon impotent aan het maken hier. Kan je proberen uit eens? Ik weet niet wat dit aan kan. Ik ga het proberen. Kijk eens, jongens en meisjes. Oké, pak het.
Oh, ik ben heel klaar mee. Hier, kijk, het lukt. De veer die werkt. Ja, ik heb nog één oplossing en dat is de joker. Moet je wel je ogen dicht doen. Oké. Hij is over mijn hele buik, klootzak. Dit was echt wel één stap te ver, denk ik. Ja, de brandnetel. Kleine weerhaakjes aan het uiteinde van iedere brandhaar komen vast te zitten in de huid, waarbij de vloeistof van de brandnetel vrijkomt. Pijnlijk en branderig. Maar goed, we hebben dus op 4 plekken getest waar je het gevoeligst bent voor jeuk. Nou vertel, wat hebben we geleerd? Oké, boys, dus we kunnen concluderen dat de armen het meest gevoelig zijn. Ja. En dan met name onder de oksel. Dat lijkt me duidelijk. Oh, fuck! Oh, fuck! Ja, heel lekker hier. Dit is high five. Zo, dat jeukt! Holy shit, wat een bikkel ben jij. Doe het ook eens voor mij dan. Oh, ja, nu ben ik ook wel benieuwd. Ja, het is echt heel rot hier. Meen je dat nou? Nee, jij bent serieus. Ja? Wat zijn jullie voor fucking aanstellers, jongen? Ik voel helemaal niks. Hé, maar Jay, ik kan hier wel één conclusie uittrekken. We zijn het allebei door brandnetels geaaid. Ik voel helemaal niks, want ik kom tegen jeuk. En jij zit hier toch wel een beetje te miepen, jongen, hè? Een beetje te miepen? Ja. Ik voel hem gewoon, hoor. Het jeukt van hier tot Tokio weer terug. Maar dat betekent dat Niels dus ook eigenlijk de bikkel van vandaag is. Ja, sowieso. Dankjewel. Dankjewel. Hey, luister. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Big Bang Bold. Tot volgende week. Ciao.